De regering heeft vanmiddag tijdens een persbriefing aangegeven dat de financiële herwaardering van leerkrachten eind mei wordt uitgevoerd. De regering heeft hiertoe een bedrag van 4 miljoen SAD vrijgemaakt om nog voor eind juni de onderwijsgevenden uit te betalen. Dit is besloten na een gesprek met de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname, FOLS. De regering zou eind mei alleen de leerkrachten op basis- en VOJ-niveau uitbetalen, maar na aandringen van de president van de FOLS, Marcelino Nerkust, is besloten ook de leerkrachten op VOS-niveau mee te nemen. Hiermee wordt meteen invulling gegeven aan het financieel gedeelte van het herwaarderingstraject. Nerkus is blij met deze ontwikkeling. Hij hoopt dat de leerkrachten die in actie zijn nu zullen stoppen en de werkzaamheden zullen hervatten. U heeft de houding van de FOLS gevolgd de afgelopen periode. En ons concept is staking het uiterste middel. We weten met z'n allen wat de eindresultaten zijn van het schooljaar. Het zij op basisschool en VOJ. Dus op VOS zijn ze iets beter. En als we kijken naar de huidige ontwikkelingen, dan zou het denk niet goed zijn voor alle jonge mensen die op de verschillende niveaus les volgen, dat we ze in een risicosituatie brengen, dat het schooljaar verloren gaat. Dat betekent dat je alles opnieuw moet doen en dat je een jaar later, uiteindelijk wanneer het arbeidsproces terecht bent gekomen, geld gaat verdienen. Ik denk niet dat wij als FOLS dat op ons geweten willen dragen. Uiteindelijk gaat het gebeuren, maar na een jaar gaan diezelfde kinderen jou verwijten. Dus wij hebben vanuit onze verantwoordelijkheid alles op alles gezet om de regering zover te krijgen dat het herwaarderingsprogramma, zeker wat het financiële component betreft, dat die uitvoering steeds terug wordt gebracht. Zodat we vandaag net met meegegaan is met uitvoeren voor die groep. Tweede graad B, tweede graad A, eerste graad. Ik zeg het, ik herhaal het nog een paar keren. En de directeuren, basis VU en VUS, dat het eind mei 2017 zal plaatsvinden. Nerkus rekent erop dat met het bereikte resultaat vandaag de staking van de BVL wordt opgeheven. De leerkrachten moeten hun verantwoordelijkheid nemen, benadrukt hij. De FOLS-leden zijn vooruitgegaan en hetzelfde bod van 4 miljoen SRD is ook aan de leden van de BVL als gedaan, meent Nerkust. We zijn geïnformeerd en de vicepresident heeft gezegd hetzelfde bod is gedaan aan de BVL van 4 miljoen. Om die groep die nog geherwaardeerd moet worden, zo ver mogelijk te herwaarderen. Hetzelfde bod. Ik breng u terug naar januari dit jaar. Was ook een bod gedaan van 200 SRD. Je weet wat, ik kreeg eerst 300 in januari. En later was er ook in actie. En heeft de regering een bod gedaan van 200 SRD. Wij hebben het toen gelijk ook geaccepteerd. Dus eigenlijk datzelfde conceptie dus vandaag weer. Dus wij, hetzelfde is aangeboden. En wij hebben ernaar gekeken. En we zeggen, luister nou. Als je dat wil gebruiken om zo ver mogelijk te herwaarderen, voeg wat eraan toe en herwaardeer me volledig en breng het naar eind mee. En daarmee is mijn akkoord gegaan. Marcelino Nerkust, president van de FOLS. Hij sprak vanmiddag op een persbriefing die de regering heeft gehouden in het perscentrum. Daarbij is aangegeven dat de financiële herwaardering van leerkrachten eind mei wordt uitgevoerd. De regering wil hiermee het onderwijsproces op nationaal niveau herstellen.